Ik heb een vraag van Saskia ontvangen. En zij uh, heeft de volgende vraag. Hoe kan ik beter met moeilijke zaken omgaan? Ik merk dat ik ze vaak uitstel tot het moment dat het echt moet, dat geeft me veel stress. En uh, ja, hoe ga ik om met mijn uitstelgedrag? Nou, Saskia, ik denk dat, uh, dat voor jouw vraag voor veel juristen herkenbaar is. Uh, zeker ook voor mij. Uh, ja, de neiging om. Bijvoorbeeld als je een processtuk moet opstellen, te denken van ja, dat kan eigenlijk morgen ook nog. En doe ik dat nou vandaag, of doe ik dat morgen, of doe ik dat overmorgen. Wat mij helpt bij, om bij de uitzaggedrag om te gaan, is een tip van Brian Tracy. Dat is een Amerikaanse management expert. En hij geeft als tip om het eerste uur van de dag te beginnen met je zwaarste taak. En hij noemt dat een frog. Zijn boek heet Eat That Frog. Dat betekent dus dat je uh, bijvoorbeeld tussen 8 en 9 uh, met je zwaarste taak begint. Bijvoorbeeld dat processtuk. En vervolgens zul je merken dat je daardoor de rest van de dag heel veel extra energie hebt om die lichtere taken te doen. En die, die volgorde die maakt heel erg uit. Dus om echt te beginnen met die frog. Wat misschien een extra tip is. Dat je op één moment in de week, bijvoorbeeld op zondagmiddag, jouw vier à vijf frogs inplant voor de rest van de week. Zodat je op maandag weet van nou, dan doe ik deze frog, dinsdag die enzovoort. En uh, nou, dat helpt uh, mij in ieder geval enorm om die zware taken minder vaak uit te stellen. Dus ik zou zeggen veel succes met jouw frogs deze week.